Lieve mensen, welkom terug. We gaan vandaag kijken hoe je nou als docent het beste de lesstof kan overbrengen. En in ieder geval het beste de lesstof kan laten onthouden bij de leerlingen. Want volgens mij is dat iets wat je wel graag zou willen als docent zijn. Ja, of dat altijd lukt. Ja, dat is een ander verhaal. Wat kun je nou doen als docent om de lesstof beter of makkelijker in ieder geval te laten onthouden? Ik kies ervoor om in ieder geval een voorbeeld te geven die een leerling sowieso wel eens heeft meegemaakt. En jullie gaan zo meteen zien, hier ergens, wat voor voorbeeld dat precies is. Ik denk dus dat een ervaring van de leerling als voorbeeld voor de leerling heel goed kan werken in de les. En dat vind ik omdat ze dan in ieder geval de lesstof ergens aan vast kunnen hangen. En daar wordt het uiteindelijk in mijn ogen in ieder geval betekenisvoller van. En dat is nou weer goed voor de leerling om tot leren te komen. Dus ik zou zeggen, we gaan snel kijken welk voorbeeld ik heb gebruikt in de les. Ik zeg, hiha, let's go. Oh, hey Luus. Is er niemand? Jawel, kijk maar. We zijn er allemaal voor jou. Hoi. Wat gezellig dat je er bent, hé. Lieve mensen, luister en huiver. We hebben een heel klein groepje. Het is op zich, we hebben normaal ook al een klein groepje, maar nu is het wel heel klein. Stop even je telefoon weg, AIB. Je hebt die not nodig. Onder je mondkapje, ja. Dat zie ik hem niet meer zo. Luister goed, we hebben dit programma namelijk op het bord staan op dit moment. Ja, dat is wel belangrijk, want zometeen na de kerstvakantie, want er zit natuurlijk bijna aan, heb je nog één weekje waar je nog eventjes wat vragen in kan stellen. Hoe die week gaat vorm krijgen, dat weten we gewoon nog niet. Dat is nog een beetje lastig misschien, qua onduidelijkheid. Maar voor de kerst zal waarschijnlijk de overheid nog wel wat zeggen, qua maatregelen. Misschien dat er toch nog iets gaat gebeuren in die week. Misschien dat we online dus moeten gaan lesgeven. Hou rekening met allerlei scenario's voor jezelf. Ik ben sowieso beschikbaar. Dat weten jullie. Dan wel niet via Instagram. Dan wel via Teams. Dat kun je altijd, je vragen naartoe sturen. Dus doe dat ook. Als je een beetje klem zit. In de vakantie ga ik heel weinig beantwoorden. Kan ik je vast vertellen. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Uiteraard moest je kennisschrift bekijken. Heeft iedereen gedaan. Uiteraard. Toch? Ja. Precies. Dus in ieder geval één. Precies. Die dus. Hey! Nog één. Wat leuk. Waar heb je die gevonden, Pesta? Die? Die van de vegen. Oh, wat leuk. Hoi Esma. Nee, dat is goed dat jullie er zijn, jongens. Mooi. Esma, je bent net binnen. Rosie. Wat straatverdeling. Wat is dit? Wacht even, we zitten bij aardeskunde. Wacht even, wat is dat nu? Steenverwering? Nee. Oké, Luus. Dit is onze glijbaan. Daar ben je. Lang haartjes. Laagjes. Ja, daar zit ze. Het is steil hier. Ja? Op een gegeven moment neemt die hellingshoek neemt af. Kijk maar, hier. Dan is de stroomsnelheid, of Luus haar snelheid, nog langzamer. Want aan het einde van de glijbaan ga je, als het goed is, langzamer. Toch? Je houdt niet altijd dezelfde snelheid. Luus wel. Maar sommige mensen niet. Dus deze glijbaan, die loopt wel af. Wordt vlakker. En dan zal ook de stroomsnelheid minder worden. Eigenlijk is dat hetzelfde wat hier gebeurt. Esma, kijk mee. Is eigenlijk hetzelfde wat hier gebeurt. En op het moment als dat hier ook gebeurt, dan wordt hier dus uiteindelijk is de stroomsnelheid het laagste van de hele rivier. En daar mondt hij ook uit. En wat gaat hij dan doen? Krijgt hij een soort van waaiervorm. Een driehoekje. Dus als hij eenmaal bij die zee uitkomt, dan is het zo blè. En dan gooit hij al zijn sediment eruit. Ja? Hey, lieve mensjes. Luister. Ja, wacht. Je hebt nog 2 minuten straks. Wacht even. Lieve mensen, voor de volgende les, zorg dat je 2.6 in je methode, Besta, in je methode gemaakt hebt. Dat is belangrijk. Dat je die examenvraag in de PowerPoint ook gemaakt hebt. Dat je gaat checken in de studiewijze volgende week wat moet doen.
En voor de rest hebben we volgens mij een relaxed eerste uurtje gehad en kun je vol energie naar het tweede uur. Hashtag zin in. Nou, wat wil je nou doen? Swag challenge. Wat is dat? Zo. Nee, luister, en hij kan er nu pas een maand doen. Ik vond het zo schoon. Swag check. Oh, swag check. Groetjes. Dag. Hi, guys. Hi. Swag check. Swag check. Oh, ik zie mezelf. Swag check. Dag, lieve mensen. Dag hoor. Dag. Oké, lieve mensen. Jullie hebben nu gezien wat voor voorbeeld ik heb gegeven. Ik ben heel benieuwd wat je van het voorbeeld vond. En sowieso, heb je het ook wel eens meegemaakt? Of ben je misschien wel docent die ook nog een goed voorbeeld heeft die ik wel kan gebruiken? Laat het me vooral weten. En inmiddels is het ook bekend, lieve mensen, dat de lockdown echt gaat plaatsvinden. Jullie krijgen dus allemaal online les of je mag online les gegeven. Ik ben heel benieuwd hoe je dit nieuws hebt ontvangen. Het is helaas niet anders, maar het is wel logisch dat natuurlijk deze maatregelen weer ingaan. En ik hoop ook dat jullie in ieder geval elkaar blijven steunen in deze gekke tijden. En sowieso, lieve mensen, misschien is dat wel leuk om te doen. Laat hieronder eventjes een lief berichtje achter voor iemand die het nodig heeft. Maak eens uit wie, aan wie het schrijft, misschien aan iedereen. Het zou leuk zijn. Zorg in ieder geval voor elkaar. En voor nu, lieve mensen, wil ik jullie weer bedanken voor het kijken van deze vlog. En tot de volgende keer. En ja, jullie weten wat er gaat komen. Bye bye. Zwaai zwaai.